En vandaag de Wagenbouwers, Stichting Vrienden van de Wagenbouwers, On Tour door Hezen. Ja, On Tour door Hezen, ja. Samenwerking met NAT en met RES. Gaan we op een vrachtwagen gaan we een rondje maken, het parcours volgen. Wat hebben we ook altijd de laatste zondag van augustus rondtrekken. En dan proberen we nog zoveel mogelijk lood aan de man te brengen voor onze loterij. Gezelligheid zit erbij, muziek zit erbij, het zonnetje is erbij. Hoe verloopt het tot nu toe? Ja, het winkelend publiek pakt daar goed op. Je ziet mensen mee dansen, mee zingen. Ja, en we verkopen de loten en dat is eigenlijk de bedoeling. Nou, het hele gezin is vertegenwoordigd om vandaag hun steentje bij te dragen aan de verkoop van de loten. Hoe ging het, Thomas? Goed. Vind je het leuk om te doen? Ja. En wat wordt er dit jaar gemaakt bij de Vriendenkring Schenkels? Een draaiorgel. Een draaiorgel. Hoe ging het vandaag? Ja, goed. Heerlijk zonnetje. Veel enthousiaste mensen. Nog veel mensen die al een lot hadden, die we ook uit hebben kunnen leggen dat ze de waardebonnen kunnen gebruiken. Binnen 2 weken, dus wel even opletten natuurlijk. En ook weer mooie loten verkocht. Super. Dus tevreden? Absoluut. Tijd voor een drankje, denk ik. Of niet, Milou? Ja. Ja, die loterij houdt in dat wij loten verkopen die 50 euro per stuk kosten. Waarbij daar de helft van de inleg als prijzengeld uitgekeerd gaat worden. Waarbij een hoofdprijs is van een Citroën C1, dus een nieuwe auto. En daar hebben we ook nog een scooter en een elektrische fiets als prijs hebben zitten. En mochten we nog meer loten gaan verkopen, dan wordt ook het aantal prijzen wordt nog eens een keer uitgebreid. En de opbrengst, hoe wordt die dan dadelijk verdeeld? Die opbrengst die gaat in 16 partjes. Dus elke groep krijgt evenveel. Ongeacht het aantal leden van die groepen, ongeacht de inzet. We delen het door 16, want we doen het met z'n allen samen. Dus waarom dit lot gekocht? Misschien voor de prijs, maar het gaat erom het geheel voor de Wagenbouwers, klaar uit. Hoe belangrijk is de Brabantsdag voor Hezen? Dat is niet weg te bedenken. 60 jaar, ik heb zelf 20 jaar meegedaan, dus ik weet het wel. Ik heb de oprichting meegemaakt, ik heb alles. Ik heb er van de 60 die er nou, heb ik er 58 al gezien. Eén keer was ik in het ziekenhuis en die heb ik niet meegemaakt.